Een goedenavond allemaal op deze eerste dag in een nieuwe week, 30 maart, waar het vanmorgen sneeuwde in Lourdes, is het in Twente ook min 5 geweest volgens mij de afgelopen nacht. Beste allemaal, als ik terugkijk op deze dag, dan ben ik aan het opschonen geweest. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit in de afgelopen weken, wanneer je toch veel meer thuis bent. En vandaag was het opschonen van mijn laptop. Als pastor, ja, ook ik was 2 weken geleden even, stond ook te trillen op de grondvesten. En ik vertelde ook steeds tegen mensen, ik moet mijzelf ook even resetten. En op een gegeven moment krijg je weer ritme om te gaan kijken van, goh, wat kan ik oppakken, met wie kan ik contact opnemen, kan ik werkgroepen weer ondersteunen. En het blijkt dat je dan ook zelf even weer wat ruimte krijgt in je agenda. Ik mocht al heel veel papier wegwerken, achterstallig werk. En inmiddels vandaag ben ik begonnen om mijn laptop op te schonen. Je laptop opschonen. Als je altijd alles heel snel even documenteert. En zo gaat het misschien ook wel, ja, dan als je dat heel snel doet. Ik zag het vandaag bij mij, dan heb je soms een wirwar aan documenten. Of in ieder geval ook documenten die je de laatste periode helemaal niet geopend hebt. En waar je je bij afvraagt, heb ik dit nog wel nodig? En misschien is het ook wel zo met onze eigen geest. Dat wij heel veel documenten in onze eigen geest hebben. En in de snelheid van het leven, waar we ons in hebben bevonden, eigenlijk niet afgevraagd hebben, heb ik dat allemaal dan wel nodig? En in deze week, wanneer we meer en meer wat opgesloten zitten in ons huis, misschien komt die vraag wel langs, wanneer er even stilte valt. Wat zit er allemaal in mijn geest? En heb ik dat allemaal wel nodig? Of wil ik het misschien loslaten? Het zijn van die vragen die misschien wel eens wat vaker langskomen in deze periode. Wanneer je geest druk is. Wanneer je denkt, waar valt de stilte? Of waar kan ik stilte vinden? En soms is dan deleten of goed kijken wat er in je geest is aan documenten, om eens te kijken, wat wil ik ermee, wat kan ik ermee en wat moet ik ermee? Misschien kun je zo bij jezelf bedenken, ik mag het loslaten. En misschien kun je daar vormen en rituelen bij bedenken, om misschien even iets, een paar dingen op te schrijven en het op een gegeven moment misschien verbranden. Of misschien voorleggen aan die eeuwige God, zodat je geest weer meer ruimte krijgt om te zien dat wat is. En vooral in Gods schepping, in de natuur. Het hoofd leegmaken. Je kunt het op verschillende manieren doen. Door middel van een boek te lezen, muziek te luisteren, of hoe ik het de afgelopen 2 weken gedaan heb, mijn voorjaar schoonmaak in huis. En beste mensen, volgens mij vind ik het ook nog leuk ook. Elke ruimte even flink poetsen, schrobben en weer met een frisse kijk er tegenaan kijken. En er ook nog van genieten ook. Je geest ledigen. In het bijzonder in deze 40 dagen periode waar we ons nog steeds in bevinden. En ik moet ook soms ook wel eens even tegen mezelf zeggen, ja Ria, we zitten ons nog steeds in de 40 dagen periode. Want heel vaak vergeet ik het. Te vaak vergeet ik het. Want blijkbaar zijn andere dingen op dit moment voor mij belangrijker. Rondom de telefoontjes, de live berichten van mensen met wie ik weer vandaag ook in gesprek ben geweest. De appjes, de mails, maar in het bijzonder die intense contacten,
zoals vandaag ook weer met een coronapatiënt die steeds aan de betere hand raakt. Het zijn bijzondere tijden, ook voor mij als pastor zijnde, maar ook zeker voor jullie lijkt mij. Bijzondere tijden en hoe ga je daarmee om? Maar ook net zag ik weer op een appje dat er ook heel veel goeds gebeurt. Er gebeurt veel goeds. En daar heb ik iets van meegenomen uit het boek In zijn naam van Carlos de Zoete uit België. Er gebeurt namelijk heel veel goeds, omdat er ook heel veel kinderen, wat ik lees, ik heb het hier nog niet gezien in Borne, maar ik kom ook heel weinig in het centrum, moet ik eerlijk zeggen. Ik zoek het niet op. Kinderen gaan de ramen versieren met een lentegroet of met een hoopvol bericht. Of in ieder geval de berenparade is gestart, heb ik het idee. Als je een beer hebt, zet je het voor het raam neer. Er gebeurt veel goeds bij mensen die opkomen voor medemens. Die kwaad verdrijven en eenzaamheid ombuigen in verbondenheid. Beste mensen, er gebeurt veel goeds ook bij velen die niet tot onze gemeenschap behoren. We hebben het monopolie van de naastenliefde niet. Velen zijn er die God niet kennen en hem toch laten gebeuren. En toch zijn naam, ik zal er zijn, in de praktijk brengen. In God doen zijn wij elkanders bondgenoten. In God en in goed doen. Naar elkaar. In het bijzonder naar elkaar omzien. En dan gaan we de aankomende week ook weer beginnen rondom de livestreamingen. Want morgen gaan we met onze collega's weer het pastorale team live bij elkaar komen. Het wordt een hele operatie, heb ik het idee. Maar morgen hebben we de eerste aftrap om weer in ieder geval een teamvergadering te hebben. Maar morgenavond zit ik ook met de eerste M25-groep met een livestreaming bij elkaar. En woensdagavond ook. Het zijn de nieuwe manieren van samenkomen in deze tijd. En ook al wat ik gisteren verteld heb, het is zo belangrijk dat het niet alleen een app is, maar ook steeds meer dat beeldcontact. Dus ik hoop en ik wens ook jullie toe dat als je mensen appt, probeer ook eens dat beeldcontact. Want het is zo belangrijk om elkaar even weer in die ogen te zien, ook zonder dat fysieke contact. Opschonen. Ik ben ermee begonnen vanmorgen met mijn laptop. En opschonen in onze geest. Het kan op verschillende manieren. Het kan ook door middel van gebed. En daarom mogen we al onze intenties weer neerleggen bij hem en bij haar. Dat ons bezighoudt. Waar we vragen over hebben. Waar wij zorgen over hebben. En wat we niet weten. Wat in het verborgene leeft. In het bijzonder voor al die mensen die lijden aan corona. Dat zij gesterkt mogen worden door die eeuwige God. En de nabijheid mogen voelen van al die zorgende mensen om hen heen. Voor de familie die niet op bezoek kan. Bij hun familielid. Dat ook zij de kracht mogen ervaren dat die eeuwige God onder hen aanwezig is. Voor al onze lieve doden. In het bijzonder ook wie deze dagen heen gegaan zijn naar dat eeuwige licht. Voor onze mantelzorgers. Die op dit moment meer en meer overbelast geraken. Dat zij met de zorgprofessionals een goede oplossing kunnen vinden. Om ruimte te krijgen voor hun in hun geest en lichaam. Voor allen die keuzes moeten maken. Keuzes rondom leven en dood. Keuzes rondom goed en kwaad.
dat zij de kracht mogen ervaren in die keuzes, maar ook wijsheid. En dat zij allen de goede keuze mogen maken. Voor allen die leven in eenzaamheid, waar de eenzaamheid steeds meer intenser beleefd wordt. Dat ook zij mogen weten dat het licht wat bij velen in de huiskamers ontstoken worden, dat zij daar zich verbonden mogen mee weten. En voor allen die angst hebben, dat ze vertrouwen mogen krijgen. Voor onze ondernemers, groot en klein. Voor hun zorgen om te overleven. Voor hen die vandaag voor een tijdelijk opgenomen zijn in een verpleeghuis voor revalidatie. Dat zij de zorg mogen ervaren in deze dagen daar waar mogelijk is. En voor al onze eigen intenties. Voor dat wat leeft in ons hart en een ander voor ons niet kan verwoorden. Die zijn vuur laat oven, voor de boer die zijn een ploeg laat staan, voor de metser die hun huis meer wil bouwen, voor de herder die niet meer durft verder gaan, Pelijson, voor de meester die niet meer durft vertellen, voor de priester die zijn gebed vergeet, voor de dokter die niet meer kan genezen. En onder dit lied van het Kyrie Eleison mogen we al onze gebeden, dat wat uitgesproken is en dat wat leeft in ons hart, verzamelen in dat ene gebed. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Voor de minnaars die niet meer zingen, voor de liefste die het dus verlaat, voor het nutteloze leed van de wereld, voor ons zieltje dat een onder gaat. Ook voor deze avond wens ik jullie weer een hele goede maandagavond. En we zullen elkaar morgenavond vermoedelijk wat later ontmoeten, aangezien ik eerst livestreaming heb met de jongeren van M25. Nogmaals, een goede avond, vrede en alle goeds. En carpe diem. En tot morgen.